Hartelijk welkom in Wageningen. Samen naar Sjala, stok je straks. Очень довольна, что вы приехали к нам в Вахтинге. Helaas spreekt de burgemeester van Wageningen geen Russisch, dus u moet toch het met de vertaling doen. К сожалению, burgemeester van de stad Wageningen niet говорит по-русски, и я должен работать с переводчиком. Пока. Ik heb mij gevoegd nog even. Dus, kom tijd. Ik voel me vereerd met de komst van zoveel Russen naar Wageningen. Ja, ik ben de burgemeester. Het was al een beetje begonnen om uw vader te roemen. De plek was waar de arbeiders gewoon hun brood gingen eten. Vroeger, toen die fabrieken nog geen kantine hadden. Eigenlijk iets wat ik me helemaal niet kon voorstellen. Want volgens mij is dat echt, ja, dat is onvoorstelbaar. Dat je alleen maar in een fabriek gaat zitten. Omdat je naar het volkshuis moet om je boterhammetje te eten. Verder ben ik ook vereerd dat ik het boek 100 jaar volkshuis mag overhandigen. Dick Nas, burgemeester, ik weet niet, u heeft al kennis gemaakt, burgemeester die het dan voor de voren komt. Dan, het boek is gemaakt, u heeft net al verwoord wat in het voorstel is gebeurd. De heer Nas heeft dat nog een keer opgeschreven. Ik heb van meteen heel wat dossiers gekeken en nagelezen. En nog eens een keer hier en daar, hij is daar heel druk mee geweest. Hij heeft ook ervaring met het maken van deze boeken en komt zelfs uit de vakbeweging. Dus wat dat betreft een ervaren man. Ik zou graag een applausje voor de auteur van deze boeken. Ik ga het doorgeven aan de auteur. Dan krijgt u meteen de volgende inzet. Dames en heren, 100 jaar volkshuis. Ik denk dat ik nog een dank wil brengen. Aan al diegenen die u hier ziet, die zijn een hele hoop hiervan zijn actief geweest in het volkshuis. Er zijn er ook al een hele hoop die hier niet meer bij kunnen zijn, helaas. Ik heb een cd die u boven kunt zien. Ik geef het eerste exemplaar niet aan u, maar ik geef het eerste exemplaar aan de huidige voorzitter van het volkshuis. En er is iemand in de zaal die heeft mij nog gezien in de korte broek. Dat is de heer Kooijman. Ik zag hem net al zitten. En het lijkt mij goed als ik hem twee in de eerste exemplaar geef. Ik zal ook lezen wat ik achterop gezet heb. Hij is gemaakt trouwens door de heer Kanders. U ziet hem hier staan. U ziet dat hij nog meer cd's maakt. 100 jaar volkshuis. Deze dvd is gemaakt uit waardering voor alle vrijwilligers die actief zijn geweest in het volkshuis. Iedereen die deze dvd mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedankt. In het bijzonder de heer Kanders die de opname en montage heeft verzorgd. En Willem Straatman. Ook een van de namen die regelmatig in het volkshuis voorkomt, die heeft een commentaar wat hij normaal heeft in de Veluwepost gezet, hierop ingesproken. En ik zou het niet graag overhandigen met een applausje voor al die vrijwilligers die de afgelopen tijd actief zijn geweest in het volkshuis. Dit is generaal Volks, ereburger van de gemeente Wageningen. Hij is al heel lang ereburger, maar ik heb gemeend dat toch nog weer eens helemaal
onder de aandacht te brengen. In ieder geval heb ik ze in mijn, op mijn kamer, als portret op mijn kamer gehangen. Samen met natuurlijk Prins Bernhard. Dan kunt u hiernaast de foto zien waarin onderhandeld wordt over de capitulatie in Hotel de Wereld. Nou, dit drieluik is voor mij heel belangrijk voor Wageningen, want dat tekent toch een heel belangrijk deel van de geschiedenis van Wageningen. En ik hoop het eind van het jaar, zo rond 1 december, nog iets heel speciaals te doen rond deze ereburgers. Want dat zal ik nog niet verklappen, maar de bedoeling is wel om het feit dat mensen hier door de Wageningse bevolking tot ereburger zijn benoemd, onder de aandacht te blijven houden. Ja, Emeus, ik heb gehoord dat u ermee ophoudt met die zaak hier. En hoe lang heb je er nu gezeten? Ik ben in 1962 hier gekomen in dit pand. En we zijn gestart Kamer van Koophandel in 1956. 57? 56. Oh, 56. Ja. En hier zitten we dus zo'n 44 jaar in dit pand. 44 jaar. We scheiden er nou mee uit wat winkel betreft. Maar we gaan via huisverkoop gaan we weer verder op het privéadres. Op privéadres, en waar is dat? Dat is Assenpark 16. Assenpark 16. Ja. En waarom scheid je er hier eigenlijk mee uit? Omdat ik op het moment de leeftijd van 65 gepasseerd ben. Oh ja. En ik ook af en toe eens een keer een dag wil gaan vissen. Ja. En niet meer gebonden wil zijn aan de vaste uren van 's morgens tot 's avonds. Nee. En dan heb ik gehoord, als u hier weggaat, dan komt er die zaak hier aan de overkant erin, met bekers en medailles. Ja, vermoedelijk komt hier zo de heer Dekker in,
winkelnaam het Masker. Ja. En die zal vermoedelijk hier zo de prijzenkast van de verenigingen verder gaan verwerken. Als medailles en bekers enzovoort. Ja. Goed, maar u blijft in ieder geval nog wel met de postzegels doorgaan. Ik blijf nog spelen met de postzegels, dat is heerlijk. Ja hoor, dat doen we nog steeds. Ja. Goed, nou ik zou zeggen nog veel succes ermee. Ja, dankjewel. En nog vele gezonde jaren. Laten we hopen, alstublieft. En zeker. Nog een beetje lekker kunnen genieten. Ja, nog even kunnen genieten. Van de vrije uurtjes. Ja, ja. Goed. Oké. Ik zou zeggen, tot kijk. Tot ziens. Ja.